Waarom wordt lachgas dan niet gebruikt? Het is goedkoper, het is een effectieve pijnstillingsmethode, het minder nadelige effecten voor, mama en baby, uh, voor de mama en voor de baby. En hoe komt het uh, dat de Belgische vrouw zo weinig keuze heeft uh, als het over pijnstillingsmethode gaat? En het antwoord zullen jullie misschien choqueren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Pregopod! Of misschien gaat het weer een Pregopoddy worden. <laughs> ja, ik weet het nog niet. We zullen zien. Um, deze aflevering gaat over uh, pijnstillingsmethoden. Um, en je denkt misschien oh, alweer over arbeid en bevalling. Ja, sorry, ik weet het. Het is niet de bedoeling dat we alleen over bevallingen gaan praten. Hoewel dat een van de meest interessante topics zijn binnen de verloskunde. Ik geef het toe. Um, maar ik beloof het. In de toekomst zullen we het meer hebben over andere leuke onderwerpen. Zoals ja, zwanger worden, de eerste trimester, um, borstvoeding. Af en toe wat minder leuke uh, onderwerpen bespreken, zoals infertiliteit, complicaties of uh, postpartum-depressies. Je laat me maar weten wat je interessant vindt. Deze aflevering is eigenlijk een soort introductie voor een van de komende afleveringen. Ik heb een mama uitgenodigd die haar geboorteverhalen gaat vertellen. Het is. Extra bijzonder omdat zij met haar eerste kindje in Zweden is bevallen en bij haar tweede is ze hier in België bevallen. En ik ben super nieuwsgierig of we de Zweedse vloskunde een beetje kunnen vergelijken met de Belgische. Nu, ik weet niet wanneer uh, dat wij de mogelijkheid zullen krijgen om die uh, aflevering op te nemen. Um, want het is nog altijd coronatijden en we moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Um, dus we gaan geen risico's nemen, we doen het rustig aan. Maar um, ik kijk er echt naar uit. Bij mijn stages hier in België vertelde ik uh, graag dat ik van Zweden kom. En dat ik x aantal jaar geleden naar uh, België was verhuisd. Um, dat deed ik deels uit zelfverdediging, want mijn Nederlands was nogal gebrekkig. Um, maar ook vooral omdat ik zo um, trots was. De Scandinavische Vloskunde uh, heeft een heel uh, goede reputatie. Het is de ultimate utopie, het Paradijs, de tuin van Ede voor de gynaecologen. Ja, oké, okay, ik overdrijf. Ben ik bewust van. Even serieus, ik moet wel zeggen dat Zweden en Noorwegen, samen met de andere Scandinavische landen, um, die zijn wel beroemd uh, voor hun verloskunde. En dat wisten de gynaecologen ook hier in België. Maar um, wat is het eigenlijk dat hen onderscheidt? Twee jaar geleden heb ik een korte kijkstage gelopen in een van de ziekenhuizen in Stockholm. Het was echt een uh, unieke ervaring. Uh, en om eerlijk te zijn, uh, was ik ook een beetje verbaasd. En het ging vooral over de verschillende methoden die gebruikt werden om de pijn te verlichten. Um, en sommige methoden had ik nooit van gehoord. Dus een vrouw in arbeid uh, wordt vaak aangeraden om zo veel mogelijk rond te lopen. Dit versnelt het paringsproces. Um, het is een combinatie van de zwaartekracht plus de bewegingen van het bekken. Um, en zo kan uh, de baby dieper in de geboortekanaal dalen. En de baby pakt ook gemakkelijker zijn inwendige draai. So let's talk about the famous epidural. Voor de uitvinding van de epidurale anesthesie was het misschien moeilijk om een bevalling zonder um, ja, die hevige pijn in te beelden. Een van de vele um, ja, gevolgen van, van deze type verdoving is dat de vrouw haar mobiliteit verliest, waardoor ze ja, eigenlijk afhankelijk wordt um, van haar ziekenhuisbed. Dus. Ik snapte eerst niet hoe de koppels in, het, in de Zweedse bevallingsafdeling dansend en pijnloos de weeën konden opvangen. <middels> Voordat ik verder begin te praten over epidurale, wil ik gewoon een disclaimer hieruit gooien. Ik hecht echt geen waarde aan het gebruik of geen gebruik van het ruggebrek. Uh, als vroedvrouw is het. Ja, een van de belangrijkste dingen is gewoon de vrouw ondersteunen in haar beslissingen. Um, het zij alle nodige hulpmiddelen inschakelen om pijnloos te bevallen of juist geen enkele interventies. Je bent geen slechte of zwakke vrouw als je de epidurale wilt. Absoluut niet. En mensen mogen uiteraard zelf beslissen hoe en wat ze doen met hun lichamen. Maar. Het moet geen geïnformeerde beslissing zijn. Dus zeggen dat er geen negatieve gevolgen kunnen zijn van de epiduraal, dat, dat klopt gewoon niet. Um, maar natuurlijk kan er ook positieve effecten zijn. En het grootste voordeel uh, is bijvoorbeeld dat dit de meest effectieve pijnstilling is. Um, maar zoals ik eerder zei, de bewegingsvrijheid wordt echt beperkt en dat kan leiden tot een cascade van interventies. De baby pakt moeilijker zijn draai in de geboortekanaal omdat de bekkenbodemspieren die zijn gewoon zo slap geworden. De arbeid kan langer duren. De perstrang wordt ook minder sterk beleven, waardoor er meer kans is op een instrumentele uh, verlossing, dus uh, eigenlijk het gebruik van een forceps of een zuiger. In Zweden wordt de Walking Epidural toegepast. Met deze type verdoving kunnen de meeste vrouwen rondstappen en verschillende houdingen aannemen. Ze kunnen zelfs dansend de weeën opvangen. Dit eh, verbaasde me echt de eerste keer dat ik eh, een koppel eh, zag dansen en eh, ik zag dat zij een zijn epidurale had. Eh, ik zag haar katheter in de rug. Maar, eh, maar ja, hier in België heb ik dat nooit gezien. En, een vrouw die epiduraal geeft, die ligt in haar bed. Uh, dus dat was niet het geval hier. Wat wel belangrijk is, dat, uh, is dat dit gebeurt uh, onder toezicht van de partner of uh, de vroedvrouw. De walking epidural is een gecombineerde methode van spinale en epidurale anesthesie. Het wordt geprikt op een gelijkaardige manier als de gewone epidurale die hier in België wordt toegepast, maar uh, met een uh, meer technisch uh, aanpak. Ik ben absoluut geen anesthesist, dus ik ga niet eens proberen uit te leggen hoe, uh, hoe dat, dat gebeurt of hoe dat het geprikt wordt, maar. Aangezien ongeveer 70% van de Belgische vrouwen uh, kiest voor de Epidurale, zou de toepassing van de walking epidural uh, een positieve invloed op het paringsproces kunnen hebben. Voorlopig heeft de bevallende vrouw in België twee opties: pijn lijden en natuurlijk bevallen of de epidurale verdoving laten zetten. Maar dit zijn niet de enige twee opties die bestaan om pijn te verlichten. Um, daarnaast heb je ook ja, hier in, hier in um, de Belgische afdelingen... ook uh, wordt kersenpitkussen, warme kersenpitkussen gebruikt. Um, waterkrukken en zo van die dingen. Maar um, ja, op die afdelingen waar ik heb gewerkt... Um, zijn die ook... Uh, um, in beperkte mate beschikbaar. Dus uh, in Zweden heb ik uh, andere soorten pijnstillingen gezien, bijvoorbeeld de TENS-apparaat. Um, de afkorting van de TENS, uh, dat is transcutane elektrozenu Het klinkt heel gecompliceerd, maar het is gewoon een soort van elektrode die je op bepaalde plaatsen op de rug vastplakt. En dan uh, via die apparaat gaat je eigenlijk een prikkel geven en dat uh, gaat de pijn verlichten. Het werkt fantastisch goed voor sommige vrouwen, anderen vinden dat het nog meer pijn doet. Wat heb je nog? Um, Sterile waterinjecties, acupunctuur wordt vaak gebruikt. En uh, ja, de inhalatie van lachgas. Nu, dat gebeurt um, altijd samen met zuurstof en het verzacht de pijn tijdens de arbeid. Ik heb het zelf ook geprobeerd tijdens mijn arbeid en ik vond het echt geweldig. Um, de inhalatiemethode, is um, een standaard deel van de pijnbehandeling eigenlijk. En niet alleen in Zweden, maar ook in Engeland, in, in Canada en Australië bijvoorbeeld. Na een epidurale kan de weeën soms stilvallen. En dan moet je weeënopwekkers gebruiken. Maar dit is niet het geval bij lachgas. Het neemt gewoon de hevigste uh, pieken van de uh, weeën af. Maar de vrouw blijft mobiel en het geeft geen nadelige effecten op de, op de weeën. Het is ook veel goedkoper dan de epidurale verdoving. Van de 61 bevallingsafdelingen in Vlaanderen wordt het lachgas enkel in één ervan gebruikt, in het AZ Sint Blasius in Dendermonde. De vroedvrouwen op de afdeling zijn tevreden met het gebruik ervan, maar vinden ook dat er dringend meer educatie hierover nodig is. Dus tijdens mijn stages uh, in de verloskamer heb ik deze vraag zo vaak gesteld. Waarom wordt lachgas dan niet gebruikt? Het is goedkoper, het is een effectieve pijnstillingsmethode, het heeft minder nadelige effecten voor, mama en baby, uh, voor de mama en voor de baby. En hoe komt het uh, dat de Belgische vrouw zo weinig keuze heeft uh, als het over pijnstillingsmethode gaat? En zeker als er nog zoveel andere hulpmiddelen beschikbaar zijn, uh, die kunnen wel toegepast worden. En het antwoord zullen jullie misschien choqueren. Uh, nu, ik weet niet in hoeverre mate dat dit klopt. Maar het antwoord die ik kreeg was dat het gebruik van lachgas misschien onrustwekkend zou zijn voor de anesthesisten, die krijgen namelijk uh, per toegediende. Uh, ruggebrek en behoorlijk hoeveelheid geld. Ik hoop echt uh, dat dit niks heeft te maken met de beperkte keuzes, maar als dit het geval is, ja, ik weet gewoon niet wat, je, wat meer ik moet zeggen. Um, dit zijn gewoon uh, speculaties uh, op dit moment. Dat zijn dingen die ik gehoord heb van, uh, van verschillende gynaecologen, van andere vroedvrouwen. Maar uh, de informatie choqueerde me echt heel veel op dat moment. Ik heb ook andere redenen gehoord, bijvoorbeeld uh, dat de kamers op uh, een speciale manier opgebouwd moeten zijn om um, lachgas te kunnen hanteren. Um, anders zouden die vroedvrouwenpartners ook een beetje high worden en dat is niet de bedoeling. Um, en ik weet het. Nu, nu klinkt het alsof bevallen in België een slechte alternatief is. Dat is echt niet het geval. Uh, ik ben de eerste keer ook in Zweden bevallen. Ik zou dat nooit opnieuw overwegen om daar te gaan bevallen. Uh, en de Zweedse mevrouw die ik heb uitgenodigd, uh, die heeft ook een gelijkaardige ervaring en vond bevallen in België eigenlijk superleuk en fijn. Dus ja, er zijn veel factoren die de bevalling beïnvloeden. En Zweden, ja, die geeft misschien een van de beste verloskundige zorg in de theorie, in de praktijk. Not so much. Wat de redenen zijn, zullen we misschien in de volgende aflevering horen. Ik weet, het wordt een soort cliffhanger. Um, maar om af te sluiten wil ik gewoon zeggen: geen land is perfect. En um, de vrouwenzorg, helaas, wordt dat uh, niet geprioriteerd. Dat is, uh, dat is een globale probleem sowieso. Maar we kunnen altijd streven om het beter te doen. Uh, maar dan moeten we ook het probleem kunnen identificeren en kunnen bespreken. Nu, in deze aflevering ging het specifiek over de verschillende pijnstellingsmethoden. En ik heb uh, een vergelijking gemaakt tussen Zweden en België. Maar ik moet wel zeggen: verloskunde, dat, gaat, uh, dat, dat, is, dat is een heel brede onderwerp. Um, je hebt ook die zwangerschapsopvolging, je hebt de postnatale periode. En ik vind dat België heeft echt sterke punten, in, in, uh, zeker in de postnatale zorg, uh, sowieso. Um, ik ben echt onder de indruk, indruk hoe, dat, um, hoe dat de postnatale opvolging eigenlijk uh, gebeurt hier in België. En zeker in vergelijking met Zweden... Um, Vind ik dat uh, de vrouwen hier betere zorgen krijgen. Um, maar dat is mijn uh, persoonlijke um, mening. <laughs> um, als jullie daar uh, andere ideeën over hebben, hoor ik het graag. Um, ik zie jullie, uh, of ik hoor jullie in de volgende aflevering van Pregood. Tot dan. Bye.